Oh mijn god. Oh nee, wat een ellende. Ik probeer je dit uit te leggen van ja, we zijn de video aan het opnemen. En die denkt echt, nou jij bent niet goed. Mensen, daar zijn we weer. En welkom bij mijn droomvideo. 24 uur lang. Dit is oprecht een droom van Celine. Elke keer als ik mijn nagels ga doen, vraagt Celina aan mij: mam, mag ik alsjeblieft nagels? Mag ik alsjeblieft nagels? Jullie hebben al gezien in de bijvoorbeeld 24 uur lang overleven in de auto dat zij plaknagels had. Ja. Nou, toen voelde je je ook al amazing. Ik heb wel eens een keer, toen ik mijn oma ging opmaken, had ik ook een nagel. Oh ja, klopt. Nou, toen voelde ze zich ook al amazing. Maar dat is natuurlijk heel anders. Want met acryl kan je gewoon alles. Ik denk dat jij het heel erg onderschat om lange nagels te hebben. Want heel veel dingen zijn heel moeilijk als je echt lange nagels hebt. Ik ga ook mijn nagels veel langer doen. En dan gaan wij challenges samen uitvoeren. Ik win sowieso, want ik heb natuurlijk wel een voorsprong. Ja, maar jij hebt politiek. Ja, oké, maar ik heb nooit hele lange. Nee, dat heb je nooit. Dus dit is al best wel lang voor mij doen. En ik kan nu al raden wat voor nagels Celine kiest. Want dat zal met glitter zijn, dat zal met roze zijn. Alle kleuren van de regenboog, denk ik. We zijn op dit idee gekomen door Nailie. Nailie is een vriendinnetje van Celine. En de dochter... ook op YouTube, Nailie Vlog en op TikTok. Ja, en zij is dochter van een van mijn beste vriendinnen. Die de nagels gaat doen. En zij gaat inderdaad onze nagels doen. Zij doet dit. Zij is niet open of zo. Zij doet dit eigenlijk gewoon voor de hobby is ze dit gaan doen. Niet zo dat wij dus betalen hiervoor. Of het is gewoon letterlijk bij mijn vriendin thuis bij haar achter in de schuur. En lekker gratis nachtjes. Ja, maar we gaan, jij mag 24 uur en daarna moet ze wel eraf, want het is echt niet normaal. Ik zal hier waarschijnlijk heel veel commentaar op krijgen, net als bij de baas, dat zij dan één dag op hakken mag lopen. Maar jongens, het leek mij gewoon een superleuke video om samen te doen. En ik denk dat we gewoon helemaal stuk gaan samen. Toch als je het nooit zou vragen. En ik weet dat Celine dit gewoon zo leuk vindt. Dus... wij gaan nu naar binnen. Ik zal trouwens de video van Nailie, want zij heeft deze video al opgenomen, in de beschrijving zetten, de link. Dan kunnen jullie die ook zien als je dat graag wilt. Ja. En dan gaan wij nu maar beginnen met de nagels. Dit is mijn mens. Gaan we... Nee, maar oké. Is dit echt zo lang? Ja, zullen we het zo lang doen? Lekker Cardi B. Zo, weet je wat we moeten doen? Om in bling erop. Zo, oh my god, hou op. Jawel. Ja, oh, wat heftig. Dit is al best lang voor mij doen. Wat zeg maar gewoon... Hoe die nu is. Maar dit vind ik een mooie lengte bij jou. Mooi, maar als die dan is uitgegroeid, is het weer te lang. Daarom doe ik dat nooit. Ja, maar ik vind het zo wel een mooie lengte eigenlijk. Nou, dit wordt leuk, jongens. Oh mijn god. Was dit een goed idee? Oh lord. Julie zit er helemaal van te genieten om dit te doen. Oh, man. Ik wil Celine haar gezicht dadelijk zien als ze dit ziet. Oh, wat heftig. Kunnen jullie even kijken hoe mijn pink eraan toe is? Dit is... Zo gaan wij het doen. Echt? Ja. Jongens, oh mijn god. Oh, wat heftig. Wat heftig. Julie zit helemaal te genieten hoor. Dit vindt ze helemaal leuk. Oh, wat heftig. So many questions that I wanna ask, but I can't find the reasons why. You always find a small excuse to leave. What's your excuse to make me cry? Ik wil even onze nagels laten zien aan jou. Ja, wat zit er niet uit? Kijk, Celine. Echt afschuwelijk. Kijk. Echt afschuwelijk. Voel dit, hoe scherp ook. Ja, ja, lekker hoofdmassage. Je kan je wel geven. Duim. Ja, het is echt niet. Deze hebben ze nog helemaal groter gedaan. Ja, heftig jongens. Wij gaan lekker slapen, want het is al zo laat. Dan begint morgen de video. Joost is aan het gamen. Verrassend. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Vandaag begint het. Ah, ik doe mezelf zo'n klein de hele tijd. Ja, jongens. En nou heet het. Hier ook een hele kras. Ik ga hem niet eens vasthouden joh. Dit maar die is van mij doet gewoon... niet pijn. Nee, die van jou zijn berenklauwen. Ik ben gewoon de hele tijd aan het krabben. Ik zit de hele tijd zo te kijken. Hey poepie. Ik zit de hele tijd naar mijn nagels te kijken. Ja, dat dacht ik al. Het is een droom die uitkomt. Ja jongens, dit is zo bizar. Het is zo... Ik kan niks gewoon. Echt waar. Ik heb mijn wimpers ook niet eraf gehaald, want... Ik ben gewoon bang dat ik mijn oog uitsteek gewoon. Ik ben gewoon als de dood om hem aan te raken. Dus dat gaat gewoon niet. Ik ga hem vandaag gewoon niet echt aanraken. En poepie. Oh my god. Ja, nu weet ik dus gewoon zeker dat de Kardashians, Cardi B en zo hun eigen kinderen niet verzorgen. Want het kan gewoon niet. Ze hebben ook altijd zulke lange nagels. En... ja, maar jij allemaal dit... kinderen. Ja, maar dit is voor de eerste keer hè, dat je dit hebt. Ja, of je moet er inderdaad heel erg gewend aan raken. Maar ja, die punten. Zo kan je geen kind hebben. Het kan niet. Want ik zit mezelf al helemaal te krabben overal. Laat staan hem. Nou, wel goed om dit te doen. Wij gaan dus vandaag allemaal dingen doen met deze lange nagels. Jullie mijn weekvlog hebben kunnen zien. Moest ik echt naar de IKEA. Dat moet ik nog steeds, want ik heb dus nog steeds geen gordijnen. Ja. En ik kan er niet meer tegen. Ik ben er helemaal klaar mee. Zoals jullie zien. En... Van de onderbroek kunnen lopen, joh. Ja, precies. We gaan in je onderbroek kunnen lopen. Of in je naki. Ja. Maar ik ga me natuurlijk doodschamen in de winkel met deze nagels. En wat nog erger... Ik niet. Nog erger. Dus was net als met die de baasvideo met Celine. Toen zij hakken aan had. Nou, we moeten dus even kijken hoe we dat gaan doen. Maar toen zij hakken aan had, ik werd zo ontzettend gejudged. Ja. Zo erg aangekeken. Ik schaamde me dood. Echt waar. Dat was ook een droom voor mij. Ik heb ze nog steeds. Ja, maar dit weet je. Dit is al dat je denkt. Meid, wat heb je met je nagels? Maar als je dan ook nog met een kind loopt. Die er zo bij loopt. Oh. Echt de blikken. En die echt het gefluister wat ik ga horen. Dit gaat wel heftig zijn. Ah. Ik ga proberen zijn fles te maken. Maar dat lukt denk ik wel. Tik hem aan. Goed gedaan. Oké, ik kan dus alleen als ik het zo vasthoud. Auw, auw. Oh mijn god, jongens. Oh, wat heftig. Wat naar dit. Ik ben er helemaal klaar mee. Jij nog niet, Celine? Nee. Oké, jongens, wij zijn uiteindelijk nu buiten. En ik moet dus denken, maar ik zie nu al een meisje in de auto voor ons, links voor ons. Die zit al heel de tijd te kijken. We gaan dus nu proberen te tanken. Celina gaat met de pinpas, heb je mijn pinpas al? Gaat zij proberen het erin te doen, want het is een onbemande tankstation. Weet je, ik vind het sowieso niet leuk. Ik ben helemaal klaar met die nagels. Maar het ergste vind ik nog wel hoe mensen je aankijken van wat denkt zij? Waarom heeft zij deze nagels? En dan waarom zij ook nagels heeft. Oké, we gaan nu even proberen te tanken. Oké, dat gaat. Maar ja, deze is volgens mij best... Oh, nee, dadelijk krijgen we mijn pas niet meer eruit. Probeer eens eruit te trekken. Nee, ik wil geen bon. Oké, neem je pas terug. Oh, shit. Oh nee, hij wordt al gek. Kom op. Nee. Kom op, Celine, kom op. Celine, die pas... Oh, wat een... Oh nee, je kan het ook niet. Kom op, je kon het net. Oh, jawel. Kom op, kom op, kom op. Ja, bijna. Hij is al iets meer naar achter. Oh nee, wat een ellende. Misschien als ik mijn vinger hieronder doe zo. Oh, wat een ellende. Wat een ellende. Oh, wat heftig. Dit is zo naar. Dat lukt echt niet, hè? Oh, hij is ook gestopt. Wat een ellende. Celine, dit was zo heftig. We hebben gewoon niet getankt. Iemand heeft ons wel geholpen om die pas eruit te halen. En die man, die zit ons ook aan te kijken. En ik probeerde het uit te leggen van ja, we zijn een video aan het opnemen. En die denkt echt, nou jij bent niet goed in je hoofd met het jonge kind van jou. Hij is echt, oh ik schaamde me dood. Echt waar. Dat we gewoon aan iemand, oh wat een ellende. Oké, we rijden nu naar mijn zusje. Gaat zij helpen tanken. Oh wat een ellende. Oké, jongens, mijn zusje is in de building. Hallo. En ze gaat mij nu, tenminste ik ga het nu even hier proberen zelf, maar ze gaat er dan mee om ons te assisteren. Oké, wij gaan nu tanken. Poging 2. Daarom moet je cash money hebben. Lekker benzine over ons heen gooien. Ja, ik vind het lekker ruiken. Nou, Nien, dat ruikt niet lekker. Okay. Maar dit lukt nog wel. Oh, mijn handschoen is wel beskirt. Oké, jongens, dat was dus inderdaad wat dus anders moest. Dus als je lange nagels hebt, ga niet bij zo'n onbemande tankstation tanken. Ga gewoon bij een bemande tankstation tanken. Dan is er niks aan de hand. Dan kan je gewoon tanken. Les geleerd. Oké, jongens, wij gaan nu naar de IKEA. Celine, let dus op. Het is heel druk. Het is heel druk in de IKEA. Ik schaam me dood. Ik schaam me dood. Ik wou naar de IKEA, maar dit ga ik dus niet doen. Het loopt helemaal tot daar door. Dus we moeten maar even naar een andere winkel gaan. Maar ik heb dus weer geen gordijnen. Ik kan hem niet aan. Maar Celine, we gaan dit niet doen. Het is echt te heftig. Het is echt gewoon echt bizar druk. Bizar. Mijn zusje die ging dus net even een ringlamp bestellen. En we stonden daar te wachten. En mensen waren ons gewoon echt, tenminste ons, mij. Want Celine zat heel erg anders. Want waren mij gewoon echt achter die balie aan het uitlachen. Onder nagels. Ja, we stonden er natuurlijk en ik had mijn camera niet meegenomen. Dus we dachten gewoon dat dit serieus was natuurlijk. En ze zaten me gewoon echt uit te lachen. Dit gevoel is gewoon zo ontzettend naar. Dat je gewoon mensen ziet smoezen en ziet praten over je. Het is echt gewoon afschuwelijk. Maar goed. Maar je weet hoe dat over jezelf is, want je ziet niemand anders. Ja, niemand anders kan, ik bedoel, ik sta daar zo, weet je. Ik bedoel, ja, ik zou ook even denken, wow. Maar ja, om dan zo duidelijk te laten merken dat je iemand uitlacht, is ook wel weer een dingetje, vind ik. Maar goed. Ja, het was niet subtiel. Het was niet subtiel. Nee. Ja. Maar goed, ik baal even van de IKEA, maar oké. Dus ik ga heel eventjes naar de Kaza, want daar had ik leuke kussens gezien. Dan haal ik dat maar even. Het is inmiddels bijna 4:10, dus we moeten ook wel weer even wat eten. En in de avond eindigt deze challenge natuurlijk. Dus we gaan even kijken wat we allemaal nog gaan doen. Wij zijn weer thuis. Het was heel naar om buiten te zijn. Overal worden we aangekeken. Maar goed, wij gaan nu even de muntjes challenge doen. We gaan van deze muntjes, wie de meeste muntjes in het glas krijgt, die wint. Ja, en je mag niet zo doen. Nee, het moet echt zo gepakt. En dan ga je echt zo doen en het is allemaal. Oké, 3, 2, 1, go. Fijn. Er zijn nog het lukt me wel eigenlijk. Oké, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Probeer het gewoon. Kijk, kom op, kom op, kom op! Je moet het zo pakken. Oké, laat mij proberen. Oh, je hebt hem. Wat vind ik tot nu toe het ergste? Ik vind het ergste dat ze prikken en pijn doen. Mijnen doen echt pijn, hè, Celine? Toch? Ja. Mijnen doen echt pijn en ik vind het allerergste hoe mensen je aankijken. Dat ze ook echt oprecht over je aan het praten zijn en je uitlachen. Die schaamte vind ik het ergste. Ook de schaamte dat ik met een kind loop met acrylnagels vind ik ook afschuwelijk. Ik schaam me dood. Mensen zitten echt zo te kijken van wat is dit? Dat vind ik het allerergste en ik vind het vooral gewoon heel vervelend. Gewoon tijdens het slapen was het gewoon al moeilijk om mijn dekbed over me heen te trekken. Wat vind jij van deze challenge tot nu toe? Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Maar wat vind je echt het moeilijkste tot nu toe? Kleine dingen oppakken. Ja, dat vind ik dus niet zo moeilijk. Dat ja, maar jij hebt scherpe nagels. Dus ja. Dat is niet leuk. Ik kan niet wachten om ze dadelijk eraf te halen. Ik ben er in ieder geval helemaal klaar mee. Ik wil Rio weer vastpakken en kroelen. Want ik durf hem gewoon... Ja, ik durf hem gewoon niet aan te raken. Omdat die nagels zo ontzettend scherp zijn. Nee, conclusie. Alle bekende, beroemde mensen als een Cardi B, Kardashians en weet ik het wat allemaal. Die hebben gewoon allemaal personeel die alles voor hen doet. Want je kan niet denken. Je kan niet je baby verschonen of vastpakken. Weet je, het is gewoon 10 keer niks. Laat even weten in de reactie of jij altijd je nagels lang of kort hebt. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Laat ook even weten in de reactie wat voor 24 uur overleven video jullie nog willen zien. Yep. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik namelijk wel. Abonneer even op ons kanaal. Ook op mijn TikTok kanaal, Celina's World met 2 D's. En ik hoop dus dat jullie dit gewoon leuk vonden. Dan hebben we er tenminste nog wat aan gehad. Want... jij vond het leuk, ik vond het wel leuk. Ja, wat is dit een van je favorietste of van je leukste video's? Dit staat op nummer 1 en dus nummer 2 staat op de baas. Oh, is de baas naar nummer 2? Ja. Oké, nou ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doei! Auw, hier kras ik mezelf dus nog. Smell of your hair.